het is ook wel moeilijk uit te leggen. Of tenminste, moeilijk te verklaren. Ik vind het gewoon een mooie vorm. Ik vind de lijn is lekker duidelijk. Het is helder. Het is... Het ruimt ook op in mijn hoofd. Voor mij is het symbool van orde. Een lijn. En dan, dan vind ik het leuk om te kijken, kan die lijn nou wel subjectiever krijgen? Kan ik die aan het wankelen krijgen dat hij een beetje begint te... dat er wat chaos ontstaat af en toe. Ja, dat vind ik interessant. De aanpak van muziek of de aanpak van de installatie of beeldende kunst, het begint eigenlijk al steeds meer bij elkaar te komen. Het wordt ochtends wakker en dan denk ik echt, oh ja, ik wil zo'n soort muziekstuk gaan maken, heb ik dan in mijn hoofd. Dus ik heb dan echt bijna beeldend in mijn hoofd hoe dat muziekstuk dan, hoe dat moet gaan maken of construeren. Dus ja, en ik heb nu ook muziek in mijn hoofd heb en dan denk ik, ja, hoe zit dat eigenlijk? Hoe heb ik dat dan? Ja, dat zijn... Nou, dat is zonde. Als ik dat nou snel moet schetsen en trek, dan is dat zoiets. Zoiets. Dus ja. Ja, dan horen die disciplines voor mij bij elkaar. Ja, die installaties zitten echt tussen mijn muziek en mijn beeldend werk in, eigenlijk. Het heeft natuurlijk een duidelijk audiocomponent, maar daar zit ook een beeldende kant aan, ook hoe het eruit ziet en het verhaal. Gebruik eigenlijk audio zodat je dat kan beleven. Zeg maar. Ah, dat is top. Precies goed. Dus vind je veel te veel, maar haal ik hem weg. Maar vooral ook hier. Ja, wat ik hier mooi aan vind, is dat de hele serene koor wordt af en toe gewoon onderbroken. En wordt af en toe uit die concentratie gehad en dan gaat het weer gewoon door. Alsof de ene wereld de andere wereld infecteert, zeg maar. En dit is moeilijk, vind ik. Om te bepalen precies wat de balans is tussen... Wanneer gaat hij daar naartoe? Maar ik vind... Dit ook nog wel lastiger. Hoe krijg ik dit gebeuren? Nou, af en toe naar die mooie, serene, ja, mooie, strakke streep en weer terug. Ja, en eigenlijk zo. Zoals ik het nu doe, zo ben ik ook met mijn beeldend werk bezig. Dus vaak heb ik eerder een idee van lagen en hoe ik dat bij elkaar wil laten infecteren. Of misschien wil ik wel, wat ik ook nog wel eens doe, is dat ik zeg maar dit doe. Chaotisch. En dan zeg ik, ik wil daar eigenlijk dit maar... Dit wordt allemaal zwart. Ik wil alleen maar dit laten zien. Of laten horen. Kan ook. Ja.
En eigenlijk als ik dat voor mezelf duidelijk heb, van zo, dit wil ik, dan ga ik pas denken, oké, wat ga ik nou maken? Het ontzettend ordelijk maken van dingen en de behoefte van mensen om heel erg iets ordelijks te maken heeft ook een slechte kant. Namelijk, op het moment dat je iets heel erg inkadert, dan kan er iets heel heftigs, krijg je eigenlijk een soort afstand. Voor mij is het dit thema van orde en chaos is echt een groot complex thema eigenlijk, waar heel veel dingen aanhangen of achter zitten, weet je wel, zoals hoe wij als samenleving in elkaar zitten, wat de negatieve kanten zijn, of er zitten ook mooie dingen aan. En ik wil eigenlijk misschien wel in mijn werk dat gegeven op een zo erg zo simpele en misschien ook wel zo mooi mogelijke manier laten zien en laten horen. Als ik alleen maar met muziek bezig moet zijn, dan weet ik zeker, dan gaat het kriebelen aan deze kant. Maar als ik alleen dit moet doen, ik kan het niet. Ik heb het eigenlijk allemaal nodig om vorm te geven aan mijn wereld, zeg maar. Ja, Landscapes is mijn zoektocht en mijn streven om orde en chaos in één lijn te vangen. En dus ben ik bezig om die chaos proberen in die lijn te krijgen. En dan kan ik daar één beeld van maken. Ja. En misschien ga ik daar wel nooit uitkomen. Maar dat is wel het streven om te kijken hoe kom ik tot een minimaal beeld waarin ik dat kan laten zien. En dat beweegt zich nu toe nadat ik die chaos probeer in die lijn te krijgen. Vandaar ook Landscapes. Ja.